De kwestie van de ambtenaren die voor de verkiezingen in mei 2020 in dienst zijn genomen door de vorige regering zal weer besproken worden. Dit zegt minister Bronto Somaharjo van Binnenlandse Zaken in een videoboodschap van de communicatiedienst op hun Facebookpagina. De afgelopen periode zijn er rond de 16.000 mensen in dienst genomen. Het gesteggen gaat natuurlijk meer over welke periode hebben we het. Als zij zeggen een dag voor verkiezing, kan het zijn 24 mei. Maar ik heb het vlak voor de verkiezing, heb ik het over. Vanaf januari tot en met juli zijn er rond de 5.000 mensen in dienst genomen. In de periode 2019 tot en met 2020 rond de 10.000. Dus het is gesteggen natuurlijk. Het is het politiek huis. Daar ziet het volk hoe wij voor hun belangen opkomen. Of je nou van die kant bent of van de andere kant. En dat doe ik ook op mijn manier. Het is natuurlijk niet leuk om zulke dingen te horen, maar feit blijft wel. Ze hebben 16.000 zoveel mensen in dienst genomen. Feit blijft wel dat wij de merendeel, omdat de regering Brunswijk, Santokki, de leden Santokki en Brunswijk, het over een sociaal hart hebben gestreken om de mensen toch in dienst te nemen. En dat was moeilijk, want we konden niet betalen. Maar het moet niet ontgaan, en dat heb ik al een aantal keren gezegd in het parlement. De pijn die het volk nu voelt, de pijn die het volk gaat voelen de eerstkomende periode, is een erfenis van de handelingen van de vorige regering. Somaharjo zegt dat dit weer besproken moet worden, omdat het niet gemakkelijk is voor de regering om de salarissen van de ambtenaren te betalen. Hij benadrukt dat hij niemand brodeloos heeft gemaakt. Somaharjo zegt dat personen die beweren een beschikking te hebben, maar die niet kunnen overleggen, een probleem hebben. Hij belooft dat er een goede oplossing gezocht zal worden voor deze ambtenaren.